Leuk dat je kijkt naar de eerste aflevering Clash Royale Let's Play. Ik wil jullie graag meenemen in de eerste gameplay die we opnemen en uitzenden. Zoals jullie kunnen zien zijn we al level 13. En we zijn natuurlijk een beetje aan het experimenteren van, ja, is dit een gameplay die jullie graag willen zien, ja of nee? Wij denken van wel, het is best wel populair. Zoals je kunnen zien zijn we al level 13 en we willen van een lekker show laten zien. En, ik weet natuurlijk wel de uitkomst, maar ik word toch een beetje spannend. Als jullie sowieso vinden dat dit een game is die we vaker moeten spelen hier op het kanaal, abonneer en like even de video, dan weten we in ieder geval dat die ook leuk is. En als jullie dat graag willen zien, dan gaan we daar verder mee. Dan lijkt hier ook niet de overhand hebben. Wat grappig in deze game, het lijkt altijd wel een soort tennis. Hè? Het gaat van links naar rechts, of in dit geval van boven naar beneden. En het is eigenlijk net zo lang dat de eerste fout maakt. Of die net iets beter op elkaar heeft. Dat is er wel gelijk op. Ik moet enorme blunders maken. Maar ja, dat is de game natuurlijk. Maar we zijn lekker bezig zo. In eerste instantie dachten we dat we gingen verliezen hier. We kwamen nog wel redelijk terug. Extra spannend, extra leuk als je dan nog wint. Kijk, nu een beetje de overmacht. Dus deze aanval is weer begonnen. Dat is een helaas irritante counter. Als die skeleton army krijgt. Een toren kwijt, dus hier ja, is dan wel één op te gaan. Ik ga nog snel de overkant. Uiteindelijk dan is het niet meer haalbaar en dan ja, gaan we naar de vond je dit nou een leuke video en heb je zoiets van ja, we willen meer van de Clash of Clans zien. Of Clash of Clans, ik zeg al verkeerd ook, Clash Royale. Laat even een like achter, een reactie achter en dan gaan we zeker meer van dit soort video's maken. Abonneer ook vast even op het kanaal, want we gaan nog heel veel andere video's maken en ook wat livestreams. Als je het leuk vindt, abonneer zeker en blijf op de hoogte. Spreek jullie later.